Nou, welkom allemaal bij de eerste aflevering van de Studentenstemwijzer. En hierna gaan we altijd in Amsterdam zitten, maar nu om de spits af te bijten zitten we in Den Haag. In de fractiekamer van de SP is dat natuurlijk ook superleuk. En we gaan bijna de verkiezingsthema's induiken. Maar voordat we dat gaan doen, we zijn natuurlijk de Studentenstemwijzer, willen we gewoon wat meer weten over de studententijd van jou. We moeten jij zeggen, anders gaat ze ons ook u noemen. Ik had gezegd, alles ga ik ook u zeggen. Ja. We gaan het doen door middel van het vuurpeloton. Dus we gaan zo meteen heel snel twee dingen noemen die jij tijdens je studententijd was of had. En ja, mag je direct zeggen welke van de twee het is. Oké, okay, dus het is een soort keuze. Precies. Ja. Aan het einde mag je dan één of twee mag je dan toelichten. Okay. Maar voor het begin gewoon snel direct even de twee. Ze zegt moet, snel antwoord. Oké, okay, spannend. Ja. Oké, okay, okay. Studentenhuis of langer thuis? Thuis heb ik gewoond, ja. Oké. Okay. Koken of afhalen? Afhalen, om eerlijk te zijn. Ja. Zuinig of hoge schuld? Zuinig. Casanova of eeuwige single? Jeetje! Nou, er zit nog wat tussenin. Nou, dan doe maar Casanova. Casanova. Dat zou ik ook zeggen. Ja, als ik je zo zie, zou ik ook zeggen Casanova. Oh. Dus, Nerd of sessiescultuur? Nerd of? Sessiescultuur. Nou, dan ben ik eerder de nerd, vrees ik. Ja, ja, ja. 7 uur 's ochtends wakker of 7 uur 's ochtends thuis? Toen eerder misschien 7 uur 's ochtends thuis, maar nu voortaan 7 uur 's ochtends wakker, ja. Drugs of drank? Nou, ben ik beide, dus dan maar drank. Ah, is het dan maar drank. Moederskindje of vaderskindje? Poeh, dat, nou, moederskindje. Mm-hmm. Even nog over corona. Ja. We gaan het er niet te lang over hebben, want volgens mij is iedereen er klaar mee. Maar toch wel even belangrijk. 1 op de 3 studenten, volgens onderzoek van het ISO, geeft hun leven nu een zware onvoldoende. Mm. Heeft de SP daar concreet iets tegen gedaan? Of moeten we het echt gewoon uitzitten? Is er gewoon niks wat we kunnen doen? Tja. Nou, laat ik allereerst zeggen dat ik het echt rot vind om te horen. En ik denk, je bent zeker niet alleen. Dat blijkt uit alle onderzoeken en ook mensen die we spreken. De eenzaamheid neemt toe. Zeker onder jonge mensen, overigens niet alleen onder jonge mensen. Denk ook aan ouderen die bijvoorbeeld nauwelijks meer bezoek mogen ontvangen. Je ziet het door de hele samenleving. En het is gewoon het klote virus. En enerzijds denk ik dat je gelijk hebt dat we zullen het moeten uitzitten in die zin, want dat virus moeten we eronder krijgen. Nou, hopelijk kunnen we straks naar een gevaccineerd land en kan er weer wat. Maar tegelijkertijd vinden wij wel dat er tot die tijd veel meer geïnvesteerd moet worden in het mentale welzijn van mensen, zeg maar. Waar investeren we dan precies in? Nou, dan moet je bijvoorbeeld denken aan jongerenwerkers bijvoorbeeld in de wijk. Dat hebben we ook gezien rondom de avondklok. Ja. Weet je wel, van ja, dan zag je toch dat als jongerenwerkers in gesprek gingen met jongeren, dat veel beter werkte dan bijvoorbeeld de repressie. Maar ook nadenken over wat kan er wel. Weet je wel, hoe kunnen we nou voor jonge mensen, daarom is het onderwijs ook heel belangrijk en zijn wij er ook echt voor dat we gaan kijken, hoe kunnen we nou, al is het maar met halve klassen, al is het met sneltesten, al is het maar dat je 2 keer in de week in ieder geval naar school kan of naar de universiteit kan, weet je wel, naar het mbo. Maar er moet iets, weet je, we mogen ons niet erbij neerleggen, want de schade voor heel veel mensen is gewoon te groot. Ja. En dan hebben we het nog niet eens over de mensen die natuurlijk echt in de problemen komen, die echt bij de GGZ of in de jeugdzorg terechtkomen. Nou, daar waren de wachtlijsten natuurlijk al lang, daar hadden wij al kritiek op. En daarvoor zeggen we, nou, dat mag geld nou echt gewoon geen rol spelen, dat moeten we gewoon voor zorgen. Als daar tekorten zijn in deze tijd, dat kan niet, weet je wel. We smijten met miljarden terecht, hè, om bedrijven overeind te houden. Maar we moeten ook onze mensen en onze samenleving overeind houden. Er is een partij geweest die altijd falikant tegen het leenstelsel is geweest. Het schuldenstelsel noem je dit. Ja, dat klopt, ja. En er zijn steeds meer partijen die het eigenlijk ook vinden. Ja, maar wat moet er nou in plaats van het leenstelsel komen? Ja, wij willen dus de basisbeurs terug. En we willen ook een aanvullende basisbeurs voor jongeren die uit een gezin komen waar ze het iets minder breed hebben. En daarom is de SP denk ik wel uniek. Wij willen compensatie voor de schuldengeneratie, zoals we dat hebben genoemd. Omdat we het gewoon... Ja, voor jullie en heel veel anderen. Omdat we zeggen, het is gewoon oneerlijk. Het is een politiek experiment geweest. Je hebt gelijk, de SP was er altijd op tegen. Maar dat maakt nu even niet uit. Het is gebeurd. Jullie en veel anderen zijn daar de dupe van geworden. Nu is de politiek er ook achter. Ook de initiatiefnemers toen de tijd van het schuldenstelsel, het leenstelsel zeggen nu, ja, was toch niet zo handig. Toch maar weer een vorm van die basisbeurs terug.
hey, hallo, en wat doen we dan met die mensen die, ja, jullie en anderen, die wel de dupe zijn geworden van dat leenstelsel? Dus wij willen dat daar een compensatie voor komt. Mm-hmm. Hoe ziet die eruit? Nou, daar zijn we nu mee bezig om daar een wet voor te maken. Om ervoor te zorgen dat als er straks een nieuw kabinet zit en er is dan een meerderheid om weer een vorm van een basisbeurs terug te krijgen. Nou, daar ziet het er wel naar uit, want inderdaad, bijna alle partijen zeggen dit nu, ze komen er allemaal op terug. Dan moet het gewoon heel snel geregeld worden. Nou, technisch is dat misschien nog best wel ingewikkeld, maar wij willen wel dat iedereen die compensatie krijgt. Want sommige mensen hebben zich in de schulden moeten steken. Ja. Anderen hebben zich de tering moeten werken en misschien nog twee banen erbij moeten nemen of zo om het te kunnen betalen. Dus we willen niet dat daar onderscheid in gemaakt wordt, maar wel dat de politiek zegt tegen jullie, het was fout, het was een experiment, het is mislukt, we gaan het anders doen voor de toekomst, maar we gaan jullie ook compenseren voor wat jullie, nou ja, dat jullie daar de dupe van zijn geworden, ja. Want dat is het gewoon. Ja. Ons idee is dus echt om een substantieel bedrag, en dat zal dan onderhandeld moeten worden, zo werkt het natuurlijk, wat dat dan zal zijn, maar wij willen dus niet dat studenten met schulden achterblijven en dat die schuldengeneratie, dat die echt gecompenseerd wordt voor alle schulden die ze hebben moeten maken. Okay. We vinden klimaat heel belangrijk, en dan vooral klimaatrechtvaardigheid. Mm-hmm. Omdat wij denken dat klimaatbeleid alleen maar kan lukken als we het ook rechtvaardig doen. En daar bedoelen we mee dat de mensen die ervan zouden moeten profiteren, bijvoorbeeld van de klimaatsubsidies, nu zie je dat het grootste deel van die klimaatsubsidies gaat naar de toch al rijke mensen. Ja, dat vinden wij niet kloppen. Maar ook de grootste uitstoters. Ik geloof dat 80% van de uitstoot in Nederland komt van de grote bedrijven. En ik geloof dat de 10 grootste uitstoters bij elkaar verantwoordelijk zijn voor de helft van de uitstoot. Dus wij zeggen, ja, dan is het wel zo eerlijk dat die ook de rekening gaan betalen. Dus dat vinden wij heel belangrijk. En dan kan je ook het snelste winst boeken om de klimaatdoelen te halen, maar dan doen we het ook op een eerlijke manier, zodat iedereen het ook mee kan maken. En niet alleen als je bijvoorbeeld geld hebt om een Tesla aan te schaffen of zo, noem maar wat. Ja, er is alleen één ding in het verkiezingsprogramma dat jullie niet noemen, of wel noemen, maar waar jullie tegen zijn. En dat is kernenergie. Terwijl natuurlijk kernenergie ook iets is wat de CO2-levels in Nederland enorm naar beneden zou kunnen brengen. In relatief korte tijd. Waarom zijn jullie daar nou zo tegen? We willen toch de klimaatdoelen gaan halen? Ja, dat willen wij zeker halen. Maar wij denken gewoon niet op dit moment dat kernenergie ons daarbij gaat helpen. Er is geen hond die erin wil investeren, dus het komt niet van de grond. En het lukt ook gewoon op dit moment echt nog niet om het op een veilige manier te doen. En daarvan zeggen wij, hey, hallo, er zijn zat alternatieven die we nu kunnen doen. Zoals welke? Wij hebben een eigen plan bijvoorbeeld. Dat we zeggen, we zouden op alle daken in Nederland die daarvoor geschikt zijn, collectief, dus gezamenlijk, zonnepanelen moeten gaan leggen. Nou, we vinden dat het kabinet daar nu veel te weinig aan doet. Sterker nog, de subsidies voor zonnepanelen willen ze terugbrengen in plaats van opschroeven. En we hebben laten uitrekenen door CE Delft dat als we dat zouden doen, dat we dan meer stroom zouden kunnen opwekken dan nu alle huishoudens bij elkaar in Nederland verbruiken. Dus daar is nog heel veel winst te halen. En als we dat gezamenlijk zouden doen, dus niet ieder voor zich, jij moet een lening afsluiten of je zonnepanelen wil, jij of dat je een warmtepomp wil. Wij zeggen nee, dit zou je anders moeten doen. Die klimaatverandering is zo'n grote opgave, dat gaat door generaties heen. Dat zou je samen moeten doen. Zoals we bijvoorbeeld ook ooit de riolering hebben aangelegd. In het kader van de volksgezondheid. Dat was voor de hygiëne. Toen gingen we ook niet huishouden voor huishouden vragen van, goh, wil jij meedoen met de riolering en zullen we bij jou wat aanleggen of niet? Nee, weet je wel, dat deden we samen. Wij hebben gevraagd op ons Instagram, waarom zouden jullie wel of niet voor de SP stemmen? En veel mensen zeiden, niet door de EU. Omdat jullie te eurosceptisch zijn. Sommige mensen denken zelfs dat jullie uit de EU willen, van de euro af. Wat willen jullie precies? Nee, wij willen niet uit de EU. Dus iedereen die dat heeft gehoord, die heeft het verkeerd begrepen. Wij zeggen wel over de euro inderdaad, maar niet wij alleen. Er zijn heel veel wetenschappers, economen, maar ook Klaas Knop bijvoorbeeld zelf, die zegt eigenlijk is de euro op termijn onhoudbaar. Wij willen dus ook niet nu uit de euro. Dus daar hoeven mensen zich ook geen zorgen over te maken. Maar wij vinden wel dat je het denken moet starten. Kijk, we zitten nu in een dikke coronacrisis. Wij denken, en met ons ook wel economen en anderen, dat er een eurocrisis zit aan te komen, dat die op termijn niet houdbaar is. En zou het dan niet verstandig zijn dat we nu vast wel nadenken over mogelijke alternatieven? Omdat als je pas gaat nadenken op het moment dat je in een crisis zit, ja, dan ben je te laat. En dat is wat wij zeggen.
We hebben net een aantal dingen besproken, bijvoorbeeld het leenstelsel, maar ook nou ja, toch hoe onze woningmarkt echt een markt inderdaad is geworden. Kijk, dat waren dingen waar wij als SP ook gewoon op tegen waren. En dat is, maar dat was toen wel het beleid. En wij hebben gezegd, hé, maar dat is niet wat onze kiezers willen, dus daar kunnen we niet aan meedoen. Maar nu zien we dat er steeds meer ruimte komt. Gelukkig worden ook steeds meer ideeën van ons overgenomen. We hebben het nog niet eens gehad over het minimumloon, wat omhoog moet. Bijvoorbeeld staat nou zelfs in het programma van de VVD. Mm-hmm. Ja, natuurlijk denken wij, als wij nu groter worden, dan is het onze kans om te kunnen gaan regeren. En één ding weet ik wel, een regering met de SP zal socialer zijn dan een regering zonder de SP. Dus zelfs als die regering met de VVD's? Nou, liever niet wat ons betreft. Liever niet. En hoe groter wij worden, hoe groter ook die kans is dat we het een keer zonder de VVD kunnen doen. Nou, laten we eens kijken hoe dat uitpakt. Oké, volgens mij moet u er vandoor. Heeft een hartstikke drukke dag. Klopt. Enorm bedankt dat u tijd heeft gemaakt voor ons. Geen en dank. En ook iedereen dat het geregeld kon worden. Ja. Ik vond het een superleuke eerste aflevering. En volgende aflevering spreken we Laurens Dassen van Volt, de partij die nu net op één zetel staat.